Rebecca Moberg. Lyrisch van een goed stuk hout. Stond in het Dagblad van het Noorden, 15 november 2003. Van Geert Mertens, de conservator. Onbewust denk ik bij het lezen van dit stukje aan mijn schoonpa. In deze maand, net een jaar geleden, is het uitgekomen. Behalve veel mooie herinnerings zit het me nou met een erfenis van schuur vol hout. Wie moet nog Geert Mertens maar eens bellen? Hij kan er vervast wel wat van bruiken. En zeker met instem van pa. Om reden Menke Moberg lapt als een rode draad door zijn leven mee. Vroeg gesprek met Alboos is nooit meer mogelijk. Maar zijn melkkrukjes, kezenstanders en mooi draaiwerk ben woren reliquie. Die hebben we wel al doen om ons touw. Hij was van al zeer woonmokker en koeper. Maar ook boerenwoons, wipkaden, maar ook stolen, verschoppen en ander boerenrijven. Hout was belangrijk bij dit werk. In Viskenij, bij Burg, werden bomen wotterd om te voorkomen dat hout scheuren ging. Boom werd onder Maal Jan, dat is een kaar met twee huilig rode roons, aan weerskanten hong en zo werd boom Noordholstek gebracht. In alle boom zagen mooie planken. En hij kon je zo zeggen hoeveel spijken er uit zo'n stuk hout mocht worden kon. Daar schoonpa Oliver begon al meer over vrouwen te vertellen. Op ooit oomt hem wie altijd een vuurkurf aan en toen. En door haar rijd nog wel een verhaal over. Vrouwen op ooit oomt kwamen bij zijn alu mensen aan de deur. Die vrouwen om achteraan stuk. Die waren wortels van boom en nooit van beste hout. Woonmokken konden nooit veel met begonnen. Mensen kregen een klokje en gingen met zo'n achteraanstuk naar huis. Twee aanstoken en brandde een kachel terwijl het alle jaar in het naaien overging. Er staat een hele lange eikenboom aan oostkant van Borsengel. En door houden we altijd even stil als we ons zondagse loopje om bosstouw maken. Wie staat me overziet van pad af, vuil neemt mijn boom, strikken over stam in en kijken omhoog. En ieder maal kregen we weer hetzelfde verhaal te horen. Dat wil de opa van mijn pa douders die zal komen, vertelt mijn man nou. Maar het is er nooit meer van komen. Nee, en het komt er ook niet meer van. Laatste woonmokken van Oudhuizen ligt op kerkhof. Maar wel zo dat het van ons zijn plekje zicht heeft op Menke Moberg. Mertens besloot zijn betoog in krant met dat ze in Amsterdam een mooi stuk eiken aankocht hebben. Hout dat nog op een natuurlijke manier is gegroeid, volgens zijn zeggen. Nou, er waren nooit wat voor natuurlijke boom in zijn eigen zengel stond is. En die nog bij ons in schuur ligt. Wie moet hem toch maar eens bellen? Als het visken hij vertellen kon, hou of Cooper zijn hout ervan. Een schiere iep, naar de rut maar riep. Eerst wordt erin voor het werk begon.